Rossum in de Bommelerwaard. Vandaag onder meer in de wagen. Het zal Bommelse bierbommelaar. Alst heeft een prachtige tweejaarlijkse verlichtingsfeest. De laatste is vorig jaar geweest. Zegt het voort. Zegt het voort. Nou, het mogen duidelijk zijn. Welkom bij een wagen vol verhalen. Peer zei het al, we zijn in Rossum, een prachtig dorp hier aan de Waal. En Peer, waar staat Rossum onbekend? Hoewel Rossum een grote ooievaarskolonie kent, zijn er geen feiten van een extreme bevolkingsgroei bekend. U vraagt zich misschien af, waar zit nou de kneep? Wel, Rossumnaren smeren hun dak in met groene zeep. Peer, jij bent dorpsomroeper van Alfa aan de Maas. Hoe lang doe je dat al? Dat doe ik al vanaf 1982, dus 92, dus dat is al een hartje. Ja. Over 2 jaar 25 jaar. En behalve dat je gewoon heel lekker hard mag schreeuwen, wat is de lol ervan, van het dorpsomroeper zijn? De lol is het contact met de mensen. Dus je brengt altijd een leuk item. Mensen komen naar buiten, die vinden het prachtig. En het is een ouderwets iets. Je moet tradities toch in ere houden. Daar ben ik het dan helemaal mee eens, Peer. Ik ga naar binnen. Doen! Welkom aan boord! Aan onze gasten is nu het woord! Kerstnacht ligt alweer een aantal weken achter ons, maar het verhaal van Fred van Woordragen is zo ongelooflijk mooi. Hij heeft het bij ons op de site gezet. We willen het u niet onthouden. Het gaat over muzikanten die op kerstnacht met z'n allen door Ammerzoden trekken en kerstliedjes ten gehore brengen. En Fred, dat is allemaal begonnen met uw vader, Driekske, in 1914, toch? Tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1914, precies. Dus in 1914 wordt hij opgeroepen, algemene mobilisatie. En toen moest hij samen met een aantal andere jongens natuurlijk de wacht gaan lopen op de dijk in Schravenzanden. En 's nachts om 2 uur, toen ontstond er veel herrie, hè? Gebulder van kanonnen. Ja. Hè? Dus op Duinkerken, zo omschrijft hij. Maar tegelijkertijd mengden zich daarin de kerkklokken. Dus mensen werden opgeroepen om naar de kerk te gaan voor de nachtmis. En samen met zijn maat zijn ze samen naar de kerk in Monster gegaan. Tijdens die nachtmis beloofde hij, dan doe ik tijdens alle nu volgende kerstnachten ga ik muziek spelen. Samen met een aantal muzikanten uit Ammerzoden. Wat een prachtige belofte. Ja. En dat is hier nagekomen? En dat is hier nagekomen. Vanaf 1917 is hij dus elk jaar muziek gaan spelen in de kerstnacht in Ammerzoden. Samen met 3, 4 of 5 andere muzikanten van Vader Sint-Cecilia uit Ammerzoden. Ja. Ja, ik krijg er wel van. En wat zijn dan voor u de eerste herinneringen die u daar aan heeft? Ja, mijn eerste herinneringen zijn van na de Tweede Wereldoorlog. Want toen was ik een mannetje van 7. Als mijn vader buiten muziek moest spelen, dan mochten wij mijn moeder slapen. Hè? Ja. En dan lagen wij op bed en dan, als dan de muziek begon te spelen buiten, dan maakte moeder ons wakker en dan zei ze, papa is buiten aan het spelen, luister. En dan hoorde je inderdaad Stille Nacht, Heilige Nacht. Het was prachtig, prachtig. Die traditie die heeft u in ere gehouden, onder andere met een aantal andere mensen. Nu zijn er 3 groepen ontstaan, die dus door de jaren wisselen. En die gaan nu inderdaad per groep, per busje door Ammerzoden en de omliggende kleine gehuchten. En hoe reageren mensen daarop? Binnen prachtig. Mensen blijven ervoor wakker of staan ervoor op. De deuren gaan open, ze worden binnen gevraagd. Neem even een kopje koffie of een worstenbroodje. Ik vind het echt een prachtige traditie. En we hebben, of u heeft, iemand meegenomen, een muzikant ook. Ja. Die volgens mij voor ons een stukje gaat spelen, toch? Ja, Stille Nacht natuurlijk. Ik ben benieuwd. Ja.
We zijn hier bij het ooievaarstation Ons Genoegen. En ze zijn hier sinds 1989 al heel intensief bezig om die ooievaar terug te krijgen in de Bommelerwaard. Het is goed gelukt, want inmiddels zijn er meer dan 30 broedparen hier in de omgeving. Nou, je ziet het ook overal om je heen. Hè? De nesten staan hier. We zagen ze eerder al op het dak en ook nog in de grote strandtorens hier in de buurt zitten ze. Dus volgens mij ga ik eens even op onderzoek uit of ik die kan vinden. We doen het gewoon omdat de juf en meesters het leuk vinden. Dat we een keer een dagje ergens heen kunnen gaan. Bij de Efteling, dierentuin. Dit jaar waren we naar... Oh ja, naar de dierentuin geweest. Een pandabeer. Die zijn nog niet in Nederland. Jawel. Nee. Wel. We zitten meestal ook naast elkaar in de bus. Dat vinden we heel leuk. We zijn naar een soort van bos geweest waar dan telkens over rivieren moest met van die obstakels en zo. We zijn een keer bij een molen geweest in Geldermalsen. En naar een museum. Gewoon leerzame, maar ook gewoon leuke dingen. Je leert ook hoe het allemaal gaat dan in een molen. Dus ik denk, hebben wij nog misschien wel 1 keer iets geleerd. Naar het Scheepvaartmuseum. Het is jammer dat we er net een paar weken geleden was ik met mama geweest. Dus dat was niks nieuws. Ik denk 2 keer per jaar. Ik vind het wel leuk, maar het hoeft niet. Want we moeten ook weer op school leren. Dan hoef je niet meer zoveel te werken. Ja. Ik vond het wel leuk. Vooral toen ik naar de Efteling ging. Want daar ben ik namelijk al 14 keer heen of zo geweest. Dit was het Gebruikerluik. Tot de volgende keer. Nou, ik heb begrepen dat we vandaag iets met vis en net gaan doen. Maar Henk, jij kan mij ongetwijfeld meer vertellen. Jazeker. Gisteren hebben wij snoekbaars netten gezet hier achter op de Waal. En wij gaan ze dadelijk samen lichten om te kijken wat er vannacht ingekomen is. Oké. Nou Henk, ik heb mijn bananenpak aan, dus ik ben er klaar voor volgens mij. Oké, Henk, ik heb al iets in mijn handen. Wat wil je dat ik doe? Achter jou ligt een kurk. Kurk. Fritsie zal straks naar de kurk. We hebben het over dat de kurk? Ja, daar zit het net aan vast. Ja? Jij gaat op Frits zijn plek zitten. Ja? En probeert dan de kurk te pakken. Daar zit het net hiermee. Ja. En dan halen we de netten samen omhoog. Yes, perfect. Nou. Even kijken. Rustig, heel rustig. Oh, sorry. Rustig werken. Wij gaan nu voren vangen. Brasem. Ja. Snoekbaarzen. Ja. Wauw. De eerste. Dan moeten we er even uithalen. Ja. Dit is een brasem. Kijk, die gaat hierin. De eerste! Gooi er maar in. Oké, en nou weer verder. Is dit nou, want jij vist ook echt voor de verkoop. Is dit echt een traditionele manier van vissen wat jij hier doet? Dit noemen ze dan de warnetten. Dus de vis die zwemt zich vast in het net. Ja. En dat is een traditionele manier van vissen. Ja. Daarnaast hebben we een zegen. Die is 250 meter lang en 5 meter diep. Ja. En dan kun je dus, die kun je rondzetten. Dus je zet het begin zet je aan de wal. Ja. Dan zet je hem helemaal rond. Ja. En dan trek je dan met 6 mensen trek je dat net naar elkaar toe. En alles wat er dus in daartussen zit, dat vang je dus. Oh. Hey, kijk nou eens. Jemige. Dat is een hele mooie. Wat is dit? Dit is een echte snoekbaars. Wow. Ligt er ook mooi in. Ja, wat een beest, hé. Ja, dit is een mooie. Hoe zwaar zou ze zijn? Deze zal rond de 3 kilo zijn. Wow. Jemig. Kijk dan. Dan gaat hij bij de andere vissen. Jemig. Oké. Hopla. Nou, op naar de volgende. Toch? Gebeurt dat zegenvissen nog?
Afhankelijk van de temperatuur, het moet koud genoeg zijn, dan 4-5 keer per jaar. Oké, niet zo heel vaak dus. Nee. Maar betekent dit dat jij ook echt uit een vissersfamilie komt? Is het echt een... Ja, komt de familie uit Heerewaarden. En mijn opa en mijn vader hadden dus altijd een visserijbedrijf. En ik heb dat voortgezet. Dus jij bent er echt groot mee geworden met die hele visserij. Want jij zegt al een dorp hier in de buurt. Hoe belangrijk was die visserij van vroeger uit voor al die dorpen hier rondom het water? Het geldt eigenlijk alleen maar voor Heerewaarden. Dat bestond voornamelijk uit steenovens, volk en vissers. En die hadden dan schokkers en daar trokken ze dan Duitsland mee in. En in Nederland. Ja. Ja. Dus heel belangrijk. Dat was heel belangrijk, ja. Ja. Oepsakee. Ik vind het wel mooi werk hoor, Henk. We hebben nu natuurlijk ook prachtig weer vandaag. Het is fantastisch. Rustig weer. Het waait er bijna niet, de zon schijnt. Ja. Maar dit is het ultieme genieten, ja. Ja, als Prit wil nog een netje ophalen. Ik vind het prima. Mooi. Gaan we doen. Oh, daar is nummer 1. Oh, dit is leuk. Dit is een botje. Die smaakt heel erg lekker. Ja? Wat een mooi visje is dat. Ja, hè? Zo'n mooi plat. Kijk nou. Een bot. Heel mooi. Mooi exemplaar. Spierwit. Zaltbommel kent een rijke bierbrouwerstraditie. In de middeleeuwen telde Bommel maar liefst 15 brouwers. Nou, na de oorlog is de laatste brouwer uit Zaltbommel verdwenen en moest de stad het jarenlang zonder doen. Maar 3 jaar geleden pakte Silstranders geluk de traditie weer op. En dat leidde tot... Bommelaar bier. Kijk, hoe ben je daarbij gekomen? Het is begonnen als hobby, eerst als bierdrinker. Ik heb op school gezeten bij de Paters in België. Daar kregen we op ons 12e al tafelbier. Oh, lekker. Ja. En vanaf mijn 16e is dat wat uitgebreid met de zwaardere speciaalbieren. Ja. En na jaren begon ik eigenlijk smaken te missen in de bieren die ik dronk. En heb ik besloten ze zelf te gaan maken. Wauw. En die traditie van bier brouwen in Zaltbommel, wanneer komt die? De eerste documenten waarin iets staat over bierbrouwen zijn uit 999. Zo. Dus dat is al meer dan 1000 jaar geleden. Oké, nou maak jij mispelbier? Ja. Wat geeft daar... Ja, de mispel geeft natuurlijk een specifieke smaak, maar wat voor smaak is dat? De mispel is een soort appel. Ja. En de smaak is er ook mee te vergelijken. Hij is alleen iets weiger. Oké, en is dat ook al naar heel oud recept? Ja, het is een recept uit 1748. Zo, en hoe ben je daar aangekomen? Ik heb onderzoek gedaan. Er werd mij gevraagd om mispelbieren te brouwen. En toen ben ik eerst op de fora gaan kijken waar hobbybrouwers zich ophouden. En er zijn wel mensen die geprobeerd hadden met mispels bier te brouwen. Maar dat mislukte omdat het melig en zuur bier werd. Ja. Maar ik heb gelukkig dat oude recept gevonden waar een trucje werd toegepast. Daar worden eerst koekjes van de mispels gemaakt. En dan brouw je met de koekjes brouw je het bier. Oh echt? Ja, en in het recept staat dan, zo bekomt men een bier wat aangenamer is dan meest alle anderen. Okay. En dat is ook waar. Het is erg lekker. En een adem mij dan? Straks weer, straks. Nou, zo kan ik wel echt blijven zitten hoor. Zonnetje, vuurtje, biertje. Mooi leven. Oh ja, dan is hij erbij hoor. Komt de bier. Geen glas helaas, maar goed even zo. Hoi Berry. Hey, proost. Hey Berry, niet te veel, want jij moet nog rijden. Hè? Ik hoef niet te rijden, maar jij moet nog rijden. Wij zijn hier om jullie te laten zien wat het beugelen eigenlijk betekent. En het leukste is als je het zelf een beetje kunt spelen. Je kunt nalezen dat het beugelen al in 1200 bestond. En toen werd het voornamelijk door de kasteelheren gespeeld. Alleen in die tijd hadden ze veel langere speelstokken waar we direct mee gaan spelen dan nu. Want de adel die buigt zich niet, hè? Die blijft staan als ze speelt. Wij zijn nederig, dus wij gaan lekker spelen. Oké, wie gaat beginnen? Jullie twee, flinke jongens. En jullie willen verliezen van de dames, neem ik aan. Nee. Want je moet één ding onthouden. Jongens zijn over het algemeen wat sterker. Nee. Jawel, jawel. Er is een document uit 1844 opgedoken in het streekarchief.
waarin blijkt dat er toch wat gedoe was rond het beugelen hier in Opijnen. Een van de eigenaren van die beugelbanen die was blijkbaar niet zo erg kerks. Dus die had zijn beugelbaan altijd opengesteld, ook op zon- en feestdagen, tijdens de kerkdiensturen. En uiteindelijk was de burgemeester het zo zat dat hij hem een brief geschreven heeft. Als hij nou nog een keer de regel overtreedt, dan krijgt hij een boete. En, want ik wil gewoon niet meer dat het gebeurt. En dat weten we van beugelen in Opijnen. Helaas hebben we daarna nooit meer wat kunnen vinden. Dus we hebben eigenlijk nooit meer wat gehoord van de beugelsport. Niet te ver vooruit, lijkt veel te ver vooruit. Kom op. Langs de tenen. Ja. Het kunstgras lag een beetje schuin. En de bal was ook heel zwaar. En het was een klein ringetje, dus het was moeilijk om hem doorheen te krijgen. Niet nerveus worden. Ja. Stevig vasthouden. Kijk naar de ring. Ik dacht eerst dat het is toch best wel ouderwets. Het is maar een spelletje. Een soort polen met een stok eigenlijk. Wel een goede snelheid. Wel een goede snelheid. Hou de richting nog. Die bal er echt precies doorheen moest slaan of er tegenaan. Dat was wel heel moeilijk. Het is toch wel heel leuk om hem dan weer een beetje in te brengen. Dus. Ik denk dat het best de moeite waard is om, om het eens te gaan spelen en als sport te gaan doen. Deze bal mag voor mij blijven staan. Voor mij ook. Eens in de twee jaar worden in Aalst de verlichtingsdagen gehouden. Een evenement dat in 1971 voor het eerst het licht zag. Alfred, jij hebt 25 jaar lang in het bestuur gezeten. Wat is de charme van dit evenement? Nou, de charme ervan is dat het gewoon een heel dorpsgebeuren is. Dat gewoon een hele dorp, iedereen is actief bezig met de verlichting te maken. Op donderdagavond, dat is de eerste avond van de verlichting. En dan gaat het hele dorp ook kijken wat ze in andere straten allemaal gemaakt hebben. En, zo. En ja, dat is goed voor onderlinge contact allemaal. En dat is gewoon eigenlijk de grote charme. Ja. En dan op de andere avond, ja, dan komen de mensen van heiden en ver komen kijken om te zien wat ze er in alles van gemaakt hebben. Ja, want het is 3 dagen in het derde weekend van september. Hè? Ja. Er zijn allerlei buurtverenigingen die zorgen voor die lichtjes in de verschillende straten. Veel rivaliteit onderling? Nou, gezonde rivaliteit. Dat, bedoel maar, ze proberen toch altijd elkaar weer een beetje de loef af te steken. En de ene keer dan lukt het bij de ene straat wat beter dan bij de andere. Maar dan gaan ze juist 2 jaar later gaan er weer vol tegenaan om toch weer wat beter voor de dag te komen dan de andere straat. Je zei het al even, het is iets van het hele dorp. Betekent het ook echt dat het hele dorp uitloopt en meehelpt en doet? Ja, dus iedereen doet het mee. Eigenlijk van jong tot oud. En ja, soms zijn ze eigenlijk al een jaar van tevoren bezig met voorbereidingen treffen en zo. En dan op de laatste 2 weken, ja, dan gaat echt iedereen in de straat actief meedoen. Ja, ik zag net zelfs een guillotine voorbij komen. Betekent dat dat altijd een thema is of... Nou, wij laten de straten altijd vrij in het thema wat ze kiezen. We hebben niet als Oranje Vereniging zeggen, dit is het thema van het jaar. De straten die mogen gewoon zelf bepalen welk thema dat ze doen. En ja, de ene straat die kriest voor griezelen. En daar komt dan de guillotine vandaan. Op hebben sommige Disney-figuren of zoals afgelopen 2 jaar geleden was het Aalst 1200. Omdat toen het dorp 1200 jaar bestond. En zo heeft iedere straat gewoon zijn eigen thema. Verlichtingsdagen, dat is iets wat in meer dorpen gebeurt. Hè? Wat maakt dat van jullie zo speciaal? Nou, het wordt nog wel in meer dorpen gedaan, maar wat eigenlijk bij ons speciaal is, dat er echt een vaste route is voor de auto's. In andere dorpen zijn ook wel de straten verlicht, maar dan moet je zelf maar uitzoeken hoe dat je door het dorp rijdt. En dan sla je soms gewoon hele straten over als je niet bekend bent. Ja. En door het e-richtingsverkeer dan word je gewoon het hele dorp doorgeleid en heb je gewoon alles gezien van begin tot eind.
Ja, het carillon van Zaltbommel wordt al eeuwen bespeeld. En nou schijnt het zelfs zo te zijn dat toen de beroemde componist Frans Liszt in 1842 hier met een stoomboot over de Waal voer, dat hij bij het horen van de klanken van het carillon de bespeler wilde vereren. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk. De laatste 40 jaar wordt het carillon bespeeld door Ruus Tolk. En dat doet hij iedere dinsdag tijdens de markt. Doet hij live en op vrijdagavond. Dus vandaag niet, maar ieder kwartier hoor je toch een heel mooi deuntje voorbij komen. Is hij nou al klaar? Nou, dat was wel heel erg kort. Maar op het hele uur schijnt het nog mooier te zijn. Heb ik helaas geen tijd voor, dus ik ga er weer vandoor. Een bijzondere band vandaag in een wagen vol verhalen. Pyrolysis uit Zaltbommel. Allereerst Laurens, wat betekent dat? Een pyrolysis is een scheikundige reactie waarbij heel veel energie vrijkomt. En dat is eigenlijk ook wat wij als band uit willen stralen. Okay, heel veel energie op het podium. Ja. En Tim, wat voor muziek spelen jullie dan? Wij maken Ierse folk, althans in deze akoestische setting. We hebben ook een wat meer stevige set waar we eigenlijk meer Keltische folk-punk-achtige muziek maken. Yeah. Maar het is altijd in het Ierse traditionele gericht. Leuk. Ja. En wat hebben jullie met Zaltbommel? Nou, het is heel simpel. We komen er allemaal vandaan. Yeah. We zijn er allemaal opgegroeid. Komen er nog steeds elke week samen om te repeteren, om muziek te maken. Het is alles wat we samen doen gebeurt in Zaltbommel. Dat is ons thuis. Want welk nummer gaan jullie spelen? We gaan een nieuw nummer van ons spelen. Het heet Between the Rivers. Het is eigenlijk een soort ode aan allerlei herinneringen die we samen hebben. Bijvoorbeeld het refrein, de belangrijkste zin is Martin and Orion are my home. Ja. En dat is Martin is natuurlijk de toren, wat eigenlijk gewoon het visitekaartje van Zaltbommel is. En Orion is Orion, is sinds kort de kroeg. En daar kwamen wij als kinderen ook heel vaak. Nou, ja. Mooi. Ik wil het graag horen, jongens. Ik zou zeggen, give it away. Nou. One, two. A one, two, three, and... We zijn nog maar met weinig boekbinders in Nederland. Soms als je een grote boekblok hebt, kom je wel in een soort flow en ontspant het ook om lekker bezig te zijn. Ik naai de katernen aan elkaar. En omdat ik een handboekbinder ben, doe ik het altijd met de hand. Het moeilijkste aan boekbinden is werken zonder vlekken. Als je bijna klaar bent en je bent je titel aan het drukken en je verknalt hem of je wil hem in de band zetten en alles is al klaar. En je zet net met je lijm aan je vinger een grote vlek op de band, zodat je weer
bijna van voren aan kan beginnen. Ik zet het boekblok rond, zodat hij beter in zijn vorm blijft zitten als hij straks in de band zit. Dit zijn de kapitalen en dat was van vroeger uit, dus van de eerste constructies, had hij een constructieve functie, het kapitaal. Nu is het puur voor de sier en het wegwerken van oneffenheden van de boekblokrug. Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Als ik een mooi oud boek heb waar een wat bijzondere constructie aan zit en die echt uit elkaar ligt en als een klant mee binnenkomt, wat moet ik hiermee? En dat ik dan denk, ja, daar weet ik wel raad mee. En dat gaat goed komen. Daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen. Dit is een pregnant. En met de lode lettertjes van lang geleden verwarmt hij de letters en kan ik met goudfolie of kleurfolie titels drukken op de boekband. Het is iets onsamenhangends wat je tot een samenhangend geheel maakt. Heeft u nou thuis ook nog een bundel tijdschriften liggen die u op ambachtelijke wijze gebonden wilt hebben? Kijk dan even op onze Facebookpagina. Daar staat precies wat u daarvoor moet doen. En wellicht maakt Yvonne dan van uw tijdschriften ook iets moois. Het zit er weer op. U heeft weer een week de tijd om op verhaal te komen. En ik zie u de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dag! Hoort! Boeren, burgers en buitenlui, hoort! U heeft zich cultureel kunnen verrijken door naar een wagen vol verhalen te kijken. De volgende keer is de Noordwest-Veluwe aan de beurt en worden de verhalen uit die streek opgespeurd. Zegt het voort! Zegt het voort! Luisteren naar de band Parwallis of misschien een bommels biertje proeven? Dat kan, want kom dan aanstaande zaterdag naar Slot Loevestein in Poederooien. Van 10 tot 1 uur mag u gratis naar binnen. Kijk voor meer activiteiten en informatie op eenwagenvolverhalen.nl. Maar de kans dat ik nu jouw hele kunstwerk vernachel is groot, hè? Dat is heel groot, ja. Nou, laat het volgen!